Het Veer Henricus dat vaart tussen Tiel en Wamel wordt medio volgend jaar vervangen door een modernere boot. Tiel trekt daar ongeveer €800.000 voor uit. De Henricus is vanaf 1957 in de vaart genomen. De motoren hebben het maximale aantal uren ruim overschreden en zijn technisch afgeschreven. Ook voldoet het schip niet meer aan de huidige arbo- en milieueisen. De nieuwe boot wordt zuiniger en kan door één schipper worden bemand. Hoe de nieuwe boot gaat heten is nog niet bekend.